Dames en heren, je kan zeggen wat je wilt. Maar Tekenen met Vincent is toch wel een van de leukere afleveringen die ik altijd maak. Een goede serie. Laten we niet voorbij schieten. Vorige keer hebben jullie in aflevering 6 gezegd wat ik kon natekenen. Ik heb gekozen voor diegene die onder mij staat, namelijk Yoshi. Ik ga proberen na te tekenen na het intro. Oké, people, let's go to work. La 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 la. Ja, kijk eens, en hier is ons tekenvlakte. En op mijn rechterscherm staat dus Yoshi. Excuus, want ik ga. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga eens een shape doen. Dus een shape is. Dat is zijn. Zijn lichaam. Dus ik begin bij zijn hoofd. En dan heb ik hier een bolletje. En hij heeft natuurlijk een heel groot snoetje. En dat snoetje, dat gaat ongeveer in een cirkel. Zie, ik maak gewoon een groot snoetje. Zo. En dat snoetje gaat uit op een bolwangetje zo. Nou, dan krijgen we die oogjes. Die lopen zo. En die gaat zo. En die loopt aan de uiteinde en zo. Nou, dan krijgen we twee van die oogjes. Oh, wat een ik vind hem nou al een chatje. Ik vind Yoshi natuurlijk sowieso een chatje, want Yoshi is natuurlijk bekend van Mario. En je kon altijd op zijn rug meeliften en dan was je nog net wat sterker dan de normale Mario. En dan kon ik van die nootjes opeten, of van die appeltjes. Ik weet niet wat het precies was. En dan kon hij een soort van vuur spuwen. Ja, ik weet niet. Ik ben nooit echt een Yoshi-fan geweest, maar ik vind zijn karakter wel echt heel lief. Ja. Ik vond het is een soort. Ja, het is toch een soort van draakje, denk ik toch. Een heel klein draakje. En hij heeft natuurlijk ook. Of een schildpad, want hij heeft natuurlijk zo'n schild hier. Nou, dan krijgt hij hier zo'n staartje. En van die leuke boots. Oh, die zijn een beetje groot. Oh, damn. Zo. En dan krijgen we die armpjes. En hij heeft een beetje. Hij heeft drie van die klauwtjes. En dat andere klauwtje loopt hier. Zo. Oh, hij is best pittig hoor, jongens. Ik probeer het wel. Het is echt een pittige. Jullie sturen soms best wel. Ja, leuke ideeën op. Soms zijn ze lastig, soms niet. Hij heeft nog een beetje een onderlaag onder zijn schoenen. Zo. Maar dames en heren, laat het weten in de comments wat ik moet proberen na te tekenen. En dan ga ik daaruit kiezen en dan kan ik dat proberen na te tekenen. Ik hoop dat je een beetje leuk vond dat ik Yoshi een beetje leuk heb getekend. Ik ben nog niet klaar trouwens. Hij loopt hier door zo. Hij is natuurlijk ook niet in kleur. Dat vind ik wel jammer. Zo. En we zouden ook nog wat landschap kunnen doen. We zouden ook hier nog zo'n blok kunnen zetten natuurlijk. Kijk, dat is wel leuk zo'n toevoeging hè. En even kijken hoor. Een paar van die muntjes natuurlijk, van die coins. Hier zo. Lijkt me of die heb gepoept. Nou, dan zal ik wel drie bij elkaar doen. Nee, dan wordt het een hoopje poep. Laten we wat anders doen. Beetje gras tekenen hier. Zo. Tof. Nou mensen, laat een leuke comment in de reacties achter beneden. Zet een idee neer wat ik kan natekenen de volgende keer. En het mag heus wel een keer wat pittig zijn. Maar laat het weten. En tot de volgende video. Doei doeg!